Goedemiddag, we zijn hier weer in de Van Wanrooy kookstudio. We gaan natuurlijk weer koken met een land. Welk land we vandaag gaan doen is België. België is natuurlijk het land van de verschillende bieren. Dus wat gaan we doen? We gaan een stukje kannensucade mooi garen in bruin bier. We doen wat bloem in een bak. Daar gaan we heerlijk peper overheen doen, zodat de bloem al lekker gekruid is. Ik heb ervoor gekozen om het kannensucade aan één stuk te laten, maar je kunt het ook al klein snijden. Dan gaan we even de rondom door de bloem halen. En dan is die klaar om te bakken. Dan stappen we over naar de koekenpan. We pakken een mooie grote koekenpan waar we dadelijk het vlees in gaan doen. Daarbij horen natuurlijk diverse groenten en kruiden. Ik zal een klein beetje laten zien wat we er allemaal in gaan doen. We beginnen met een fijn gesneden prei, 3 stengels bleekselderie, een mooie grote ui, 350 gram wortelen, 250 gram champignons. We hebben wat laurierblad nodig, we hebben wat tijm nodig, wat tomatenketchup, wat runderbouillon en natuurlijk een flesje bier. We gaan nu de koekenpan vullen met 2 lepels olijfolie. We zorgen dat de pan mooi heet wordt en bakken daar het vlees dadelijk om en om bruin. We hebben even het vlees aan alle kanten bruin gebakken, waardoor we nu de pit iets lager zetten, het vlees uit de pan halen, mooi laten rusten, opnieuw wat olijfolie in de pan en dan beginnen we met de uien te fruiten. De uien hebben een paar minuutjes in de pan aangefruit. Nu gaan we verder. We voegen de wortels toe, de prei en de bleekselderij. Dit bakken we ongeveer een 5 minuutjes aan. Ondertussen de groentes aan het fruiten zijn in de pan, gaan we natuurlijk voor zorgen dat we de stoomoven aan gaan zetten op 100 graden stoom. Ondertussen de stoomoven opwarmt, gaan we verder met het vlees. De groentes zijn wat aangefruit. We gaan nu het vlees terugzetten. Daarbij gaan dan de champignons, het laurierblad, een paar takjes tijm, de runderbouillon, het bier en 2 eetlepels tomatenketchup. Dit alles brengen we aan de kook. Ons stoofvlees staat mooi in de oven. Dit heeft even wat tijd nodig. Wat hoort nog meer bij België en heel lekker bij stoofvlees? En dat is natuurlijk friet. Het mooiste is om zelf de friet te maken van wat grote aardappelen. Ik heb al een aardappel geschild om u te laten zien hoe we dat gaan doen. We snijden de aardappel in plakjes. En dan mooie reepjes. Als we de friet gesneden hebben, moet de friet drogen. Je kunt het op 2 manieren doen. De snelle manier is de friet op een ovenschaal zetten en 20 minuten op 60 graden in de oven laten drogen. Zegt u nee, dan laat u hem op kamertemperatuur drogen. Dat kan ook. Dan gaan we, speciaal ontwikkeld door AEG, een bakplaat pakken die de airfryer bakplaat heet. Hier gaan we de friet op bakken, zodat we een mooie friet krijgen die natuurlijk niet te vet is, maar heel gezond. Ik heb gekozen natuurlijk voor de snelle manier. Ik heb even 20 minuten de frietjes gedroogd in de oven. We scheppen hem over op de speciale bakplaat om het lekker knapperig te maken. Wat olijfolie overheen. Dan zetten we hem terug in de oven. U hoeft de friet niet om te draaien. Hij kan zo de oven in. Het vlees heeft 1,5 uur in de stoomoven gezeten. We halen het vlees eruit. Kijk, dus we keren het een keertje. Kijk, u ziet al dat het heerlijk zacht begint te worden. En voor de finishing touch nog 1,5 uur terug op 100 graden stomen. De friet heeft ongeveer een kwartier in de oven gezeten. Hoe lang u de friet erin laat is ook een beetje afhankelijk hoe bruin of hoe gekleurd u de friet wil. Heerlijke Vlaamse eigen gemaakte frietjes uit de AEG oven.
Smakelijk. De oven heeft zijn werk gedaan. Het vlees heeft heerlijk in de oven gezeten. Ik heb hem zelfs nog even af laten koelen in de oven. Want als het vlees er wat langer in staat, wordt het alleen maar lekkerder. We halen het vlees eruit. We halen natuurlijk de stukjes van de tijm eruit. En als we het laurierblad tegenkomen, halen we dat ook eruit. De saus is nu wat dun. Dus wat gaan we doen? We zeven de saus even van de groenten. En de saus gaan we even op de kookplaat wat inkoken, zodat die wat dikker wordt. We hebben de saus op de plaat gezet en laten hem vrij hard koken, zoals u ziet. Dit is niet erg. Hij mag echt wat inkoken, zodat de smaak intenser wordt. We gaan het stuk vlees in mooie plakjes snijden. We hebben het vlees gesneden en netjes in de schaal gelegd. De groenten zijn langs. Ondertussen hebben we de saus wat ingekookt en een klein beetje dikker gemaakt met een roux of met een bindmiddel. Dit gieten we nu over het vlees en de schaal. Plaats u op tafel en ik zou zeggen, smakelijk eten!